Zoals je gezien hebt, waren we druk bezig met trainen. Het is inmiddels afgelopen, de podiumtraining. We zijn nu wat foto's aan het maken. 3, 2, 1. Hoort er altijd bij. Instagram moet ook weer gevuld worden natuurlijk. We hebben hierna nog een lunch hier in de sporthal en daarna hebben we vanaf 2 uur een sightseeing tour met de bus. Dat wil zeggen, we gaan 2 uur rondrijden door Baku. Af en toe even uitstappen op mooie plekjes. Wordt vast leuk. Kijk mee. Nou, allemaal gedoe, want de geplande rit door het centrum met een bus, de geplande sightseeing tour, ging niet door, om wat voor vage reden dan ook. Dus we proberen nu even iets anders te verzinnen, waardoor we misschien wel met taxi kunnen gaan, want lopen is niet echt een optie, het is net even te ver. Dus we gaan waarschijnlijk met de taxi en stay tuned. Gaat het weer goed, Lennart? Mm-hmm. Met jou ook? Ja hoor. Nou, dit is / was dus de oude stad van Baku. Ik moet zeggen, erg mooi. En Melissa vond het ook leuk. Maar het is het gevoel, het is de temperatuur en de geur en de mensen die backgammon spelen. En je wordt daar heel, voel ik me heel thuis. En dan krijg ik het gevoel van de Iraanse straten. Ik snap het. Het geeft me een positief gevoel. Ik snap het nu. Oké, snap je het? Nu snap ik het. Nou begrijp je het? Nog een keer. Dan doe ik wel die achtergrondfoto. Also, I want... Dit is heel ons eigen niveau helaas. Son. Manna dedu. Ulaïna tochondu. Pour d'être. Italian. Een kleine missie bezig om een micro SD-kaart lezer te regelen, want dan kan ik nog wat leuke droombeelden in de vlog stoppen, anders dus niet. Gaan we winnen. Het gaat lukken. Nou, toevallig, we waren onderweg naar 28 Mall, dat was een stukje lopen, maar William die zag Galaxy Mobile en we hebben hem gevonden. Dus, dat is de cue voor de drone footage en tot morgen.